Stichting Lobby betreurt het dat mensen elkaar opzettelijk proberen te besmetten met het HIV-virus. Dat zegt de medicus-assistent hoofdkliniek van Stichting Lobby, Kenneth Slijngaard. Hij geeft aan dat een relatie op vertrouwen gebaseerd moet zijn. Deborah W. wordt ervan verdacht haar partner opzettelijk te hebben besmet met het virus. Ook is gebleken dat ze HIV-remmers in zijn voeding verwerkte. Slijngaard benadrukt echter dat de kans dat seronegatieve personen besmet raken met het HIV-virus niet kleiner wordt door het gebruik van remmers. HIV-remmers zijn niet bedoeld om te voorkomen dat je HIV krijgt. Dus de kans dat de partner besmet is en geïnfecteerd is geraakt met HIV is groot. Omdat de remmers zijn bedoeld om HIV te onderdrukken als je dat eenmaal hebt. Dus dat ze dat deed en in de voeding van de partner zetten, zal niet voorkomen dat die ook een infectie kan oplopen. Slijngaard zegt verder dat een ieder zijn of haar status moet kennen. Daarom organiseert Stichting Lobby regelmatig voorlichtingscampagnes. Het is de eerste keer dat de medicusassistent meemaakt dat iemand de partner opzettelijk wil besmetten. We hebben wel meegemaakt dat partners hun status niet kennen en dan komen testen en het blijkt dat één van ze HIV positief is en de andere niet, of dat beide HIV positief zijn. Maar het is dan moeilijk om aan te geven wie heeft wie geïnfecteerd als beide op hetzelfde moment getest worden en nooit eerder de test hebben gedaan. Maar zo extreem dat je het 5 jaar weet, je bent jezelf ervan bewust, je begint een nieuwe relatie en je maakt het niet kenbaar. En dan nog gebruik je medicijnen en je maakt het niet kenbaar, zo extreem hebben we dat niet meegemaakt. Dat was Kenneth Slijngaard, die aangeeft dat Stichting Lobby het betreurt dat mensen elkaar opzettelijk besmetten. Het voorbeeld is Deborah W., die ervan wordt verdacht haar partner opzettelijk te hebben besmet met het HIV-virus.